Goedemorgen met Wimmy. Ja, goedemorgen met Wil van Delle van het programma Dels Blauw. Goedemorgen. Wimmy, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege de nieuwe single Blind Vertrouwen. Ja, klopt. Helemaal, ja. Het is een nieuwe single van mij. Ja, maar het is weer een typische Wimmy Bouwman single, hè? Dankjewel, ja. Dat is een goed teken als je dat zegt. Dus, ja. Ja, ik ben er heel zeer blij mee. Ja. Echt. Het is een andere single, Wimmy. Ik draai dus juist een fragment van Het Leven is Mooi. Wanneer was die uitgekomen? Die waren, geloof ik, even kijken, als het goed is, in 2009, als ik het goed weet. Ja. Ja, nu het album. Ja, nu deze single Blind Vertrouwen, dat is een heel andere single. Als was het allemaal gelogen, hè? Dat was meer een ballad, hè? Ja, klopt. Ja, inderdaad, het liedje lag al geruime tijd op de plank. En de keuze genomen om dan, was het allemaal gelogen toen pas geleden nog op te nemen. Ja. En het zijn allemaal wel liedjes die bij me passen. En liedjes die bij me passen, ja, dan neem ik ze graag op. Ja, nu, maar deze single, Blind Vertrouwen, daar staat ook een beetje lezen bij, dat dit gaat, met deze sound ga jij een beetje verder. Ja, het is net wat je zegt, de liedjes die, zoals met Blind Vertrouwen, dat zijn liedjes die allemaal heel erg goed bij me passen. En je eigen sound creëren, je eigen ik, ja, en waarom ook niet, dan is het toch wel weer een teken, hè, dat de mensen zeggen van, hey, dat kan daar zo weer een liedje van binnen zijn. Ja. Ik hoop een hoop gerammel op de achtergrond. Ja, dat is een beetje wind. Ja. Hallo? Ja, ik hoor je wel. Ja, ben je er nog? Nee, maar ja, nee, ik wil maar gewoon een hoop geluid op de achtergrond. Oh nee, ik sta rustig hier, dus. Oké. Deze single is opgenomen bij de Roeftoep Studios, of niet? Ja, klopt, bij Edwin van Hoevelaak. Ja, iedereen kent denk ik wel Edwin van Hoevelaak. Daar neemt Nick en Simon en André Hazes en liedjes op. En dit waren twee liedjes die afkomstig zijn van Edwin van Hoevelaak. Ja, en dat zijn de keuzes ook geweest om bij hem dan deze liedjes op te nemen. Omdat Edwin van Hoevelaak toch het gevoel had van, dit zijn wel liedjes die bij Wimmy passen. En vandaar dat ik Was het allemaal gelogen Blind Vertrouwen heb opgenomen bij hem. Altijd een heel opmerkelijke single van jou is altijd geweest, De Ring Die Je Draagt. Hè? Dat is een single die wordt ook nog regelmatig veel aangevraagd. En dat was een echte klapper, hè? Ja, zeker. Ja, het is nou nog een liedje, dat leeft nou nog steeds. En overal waar ik kom en iedereen kent het liedje. En ja, dat is gewoon gigantisch dat het nu nog zo leeft, het liedje. Ja, kijk, in de vraag worden we wel eens gesteld, hè, wordt het liedje wel eens dan wel overtroffen of niet, ja of nee. Weet je wel? Maar daar ga ik sowieso niet van uit, want ik ben alleen maar bezig met het proberen om mooie liedjes te maken. Niet om maar dingen elke keer maar te overtreffen. Ik ben echt alleen bezig met muziek maken. Ja, nee, het is een iets gegeven, dat is een single, dat is op jouw lijf geplakt. De luisteraars waarderen het totdat ze het regelmatig een keer aanvragen. Ja, nee, dat vind ik hartstikke leuk en natuurlijk daar doen we het ook voor. Ja. Absoluut. En ik vind het sowieso wel mooi, weet je wat, dat mensen mijn muziek mooi vinden. En daar doe ik voor. Ja. Jouw zoons, hoe is het ermee? Gaan ze die ook een beetje de voetsporen van vaders treden of niet? Ja, het is allemaal voetballen, hè, tegenwoordig. Dus, ja, ik zie het allemaal wel. Dus, van mij hoeft het niet per se, ik denk ik laat het allemaal lekker vrij. En momenteel is gewoon echt voetbal hun dus een leven. Dus. Nee. Zingen ze thuis wel eens een keer mee met vader zo in de huiskamer of niet? Jawel. De jongste doet wel heel regelmatig mee. Mag wel eens een microfoontje pakken en een beetje en dat ding. nee, dat is echt zo. Maar we leven daar gewoon ook mee, weet je. We zijn ermee opgegroeid met Nederlandstalige muziek. En zodra we thuis zijn in de auto stappen, overal gewoon Nederlandstalig. Ja. Weet je, met hen Henry Velzen, doe je samenwerking nog of niet, Wimmy? Wat zeg je? Met Henry Vervelzen, is het die samenwerking er of niet? Ja, zeker. Ja, we doen altijd nog lekker met z'n tweetjes en we overleggen heel veel met elkaar. En, we drinken wel eens een borreltje met elkaar, dus niet alleen als werknemer, zeg maar zo te zeggen, maar ook echt als vrienden. Dus, Eventjes in het kort voor de luisteraars, de single Blind Vertrouwen, de tekst, waar gaat het over?
Ja, het zegt al genoeg, hè, blind vertrouwen. Je moet elkaar vertrouwen in een relatie. En als je dat niet kan, ja, dan is die droom zeg maar weg. En ga je uit elkaar, laat het maar zo zeggen. Ik hoop niet dat iedereen dat meemaakt, maar daar gaat het eigenlijk een beetje over. Oké. Wat gaan we dit jaar nog meer horen? Gaan we dit jaar nog iets meer horen van jou, meer of niet? Ja, zeker. We komen nog met een single uit dit jaar. Met een kerstsingel komen we dit jaar nog uit. Ja. En we gaan nog een 15 jaar jubileum houden, hoogstwaarschijnlijk dit jaar. Maar daar zijn we mee bezig, dus we blijven gewoon lekker doorgaan. Dus wat gaat dit jaar nog gebeuren? Dus wat je zei, een 15-jarig jubileum voor jou? Ja. Zeker. En dat gaat op het eind van het jaar? Daar gaan we mee bezig. Op het eind van het jaar of zo? Ja, eind van het jaar ongeveer, ja. Klopt. Ja, daar zijn we allemaal nog mee bezig. Alles zit nog in de pen. We moeten nog even alles even goed uitschrijven nog en bedenken en waar en hoe. Dus dat komt allemaal nog wel op Facebook terecht. En daar zijn we nu nog wel mee bezig. Oké. Okay. Ja, voor de luisteraars, zij meer willen weten, dat kunnen ze vinden op jouw eigen website. En dat is www.zangerwimmybouma.nl. Dat klopt, hè? Klopt, helemaal, ja. En natuurlijk, ze kunnen alles vinden op mijn Facebook en okay. Dus ze kunnen privébericht sturen als ze wat vragen hebben en dat soort dingen. Dus dat zal altijd beantwoord worden. Oké, okay, we gaan de zingen draaien, blijf vertrouwen, Wimmy. Ik ga je eerst voor bedanken dat je vanmorgen live bij ons in de uitzending was. En dankjewel, jullie ook. En de laatste woord van jou richting de luisteraars ga ik single zetten. Super. Lieve luisteraars, hier is mijn allernieuwste single, Blind Vertrouwen. Het ga je goed, Wimmy. Tot de volgende keer. Hoi! Hoi, dankjewel. Hoi.